Lieve YouTubers, hier weer een filmpje van Judith. Ik heb een beetje vast naar voren gewerkt in mijn schriftje met wat aantekeningen te maken en ik ga deze vast opnemen voor jullie. Het gaat over het begin van de herfst. Het begin van de herfst, dan denk ik aan dat het eerder donker gaat worden. De blaadjes gaan verkleuren. En de blaadjes vallen op de grond in allerlei prachtige kleuren, rood, geel, groen, van alles en nog wat. Soms heb je nog wel in de herfst mooie zonnige dagen. En het wordt ook later licht. Sommige mensen kunnen van dit weer, of van de herfst, heel erg depressief raken. En daar bedoel ik dan mee dat ze dus inderdaad heel veel problemen hebben, daar niet zo makkelijk voor zichzelf uit kunnen komen. En sommigen denken dat ze niet meer graag willen leven, sommigen denken dat ze inderdaad alleen op aarde zijn en dat er niemand meer wat om zich bekommert. Ja, hele moeilijke, nare dingen allemaal. Maar dat stel ik me een beetje bij de depressiviteit voor. Het weer wordt ook dan wel weer ietsje kouder dan we nu gewend waren met de zomer. Want nu hebben we nog 20, 21 graden. Dat loopt in deze week op tot 24 graden, 26 graden. Maar goed, dat heb je dan met de herfstperiode die vanaf 21 september begint, of gaat beginnen. Niet zoveel meer zo hoge temperaturen. Er komen weer natuurlijk, er verschijnen weer veel paddenstoelen uit de grond, wat mooi gezicht is. Er zijn verschillende dieren die willen hun winterslaap alvast gaan voorbereiden. Die gaan alvast eten sprokkelen, noem even de eekhoorn, de beren, de vossen, de mollen. Dat zijn eigenlijk dieren die eigenlijk allemaal hun winterslaap en hun voorraden vast proberen bij elkaar te sprokkelen, zodat ze de hele winter weer kunnen overleven. Ik vind het altijd zelf, als je door het bos loopt, het een heel mooi gezicht als het herfst is. En het ruikt altijd zo heerlijk, lekker fris in het bos als het herfst is. Sowieso is boslucht altijd heel goed en gezond voor een mens om daar doorheen regelmatig eens te lopen. En misschien gaan ouders met kinderen of oma's en opa's met kinderen en kleinkinderen, trekken ze er wel eens op uit. En dat is altijd heel erg gezellig. Verder zie je veel mensen die wandelen en fietsen. Dus eigenlijk heb ik zo'n beetje wel de aspecten van de herfst genoemd. Nou, ik hoop dat jullie dit ook weer een heel erg leuke video hebben gevonden. Ik vond het weer leuk om te doen voor jullie. Geniet ervan en wie weet maken jullie die dingen ook wel mee. Geef maar weer eens een duimpje omhoog. Een blauw duimpje. En laat me weer eens op de commentaarbalk zien of jullie ook daar nog weer een reactie op kunnen geven. Wat doen jullie zo'n beetje met de herfstperiode? Natuurlijk moet je naar school. Maar jullie hebben ook weer een keer herfstvakantie in oktober natuurlijk. Dus misschien kun je daar iets over vertellen wat je in oktober een beetje doet. Nou, tot volgende keer maar weer, lieve YouTubers, kijkers. Tot ziens. Dag.